Yo boys and girls. 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 Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys and girls. Vandaag gaan we dus nog eens een roomtour doen. Een roomtour. En we gaan beginnen met aan de deur te komen. En we staan nu dus aan de deur. En ja, dus. Oké. We staan er nu aan de deur. Hier heb ik nog altijd mijn oude vertrouwde kast. Het enige wat er in die kast is veranderd, is dat het weer rommelig gaat worden. Moet hij nog een beetje zuiver maken. Mijn foto van Max Verstappen, van de Max Verstappen webshop. Nog wel heel wat dingen. Mijn trofee van voetbal kick-off 2017. Mijn zetel, die ik nog een beetje zuiver moet maken. Mijn vierde monitor, die ik daar tegen de muur wil gaan hangen voor mijn setup. En hier heb ik zo een beetje mijn iDance Bluetooth speaker. Hier is mijn kastje voor mijn tv. Oké, hier is nog een kastje. Dat zal voor mijn Blu-ray speler zijn. Oké. Hier ligt nog wel wat rommel. Rommel. Hier zijn mijn drie fake plantjes van IKEA. Hier wel wat controllers van PS4. Hier mijn PS4 en Blu-ray speler. Mijn tafel. Ja. Dat was eigenlijk een nachttafel, maar mijn kastje met mijn DVD's en CD's in. Hier is dus mijn tv. Met hierachter, heel slechte cable management. Dit is de HDMI kabel naar de, hoe moet ik dat zeggen, Blu-ray speler gaat. Mijn kabel van mijn tv voor naar mijn PlayStation te brengen. En mijn Chromecast steekt hier ook achter. Daar is nog de kabel van de tv. Denk hier aan de muur met zo en een beugel. Hier mijn controller, maar die werkt zo goed niet meer. Het rondje werkt, is eigenlijk slecht. Mijn USB-C naar lightning kabel. Daar kom ik zoiets op terug, voor wat ik die ga gebruiken eigenlijk. Mijn harde schijf van de PlayStation, mijn oplaaddok. Hier is nog een auxiliaire kabel. Mijn kerstboompje daar eigenlijk wel weg mag, want kerstmis is gedaan, dus gaan we terug verstoppen, gaan we terug wegzetten. Kerstmis gedaan. Mijn sleutels. Mijn horloge dat kapot, toch gestild staat. Mijn controller. Een muis. Afstandsbediening. Allerlei bediening van mijn ledlamp. Mijn bril. Een clipsje naar beneden moet. Mijn headset van mijn PS4. Die ik dus bij de unboxing heb gedaan. Nu komen we terug op wat ik eigenlijk met de USB-C en de Lightning wil doen. Hier is dus een refurbished MacBook Pro 13 inch Intel i5 2.3 GHz 8 GB RAM SSD 256 GB 2017 Space Gray Toetsenbord Belgisch. Die wil ik dus voor mijn verjaardag gaan halen. Als deze video online staat, is het nog een weekje. Is nog 6 dagen voordat ik jarig ben. Denk ik. Is nog 6 dagen voordat ik jarig ben. De magie heb ik dan, hopelijk heb ik dan het geld voor die refurbished MacBook Pro 13 inch aan te kopen. En deze is natuurlijk ook mijn BenQ scherm. Normaal gezien heb ik dan het geld voor die MacBook aan te kopen. Deze is 100% in orde. Hier is nog een box. En hier is ook nog een box. Hier zijn nog altijd mijn twee studiolampen. Lampen. Hier is mijn statiefje, mijn GWS statief. Hier is mijn glas cola, random. Hier is mijn controller, dat nu al mijn PS4 is, PS5. Oh, sorry, ik zie nog altijd mijn PS4. En daarachter heb ik ook nog een goede roundspeaker, die was gegeten. En hier is de PS5 met de planche en zo. Hier is het scherm waar de PS5 op staat.
Ik zeg het, ik wil dat scherm naar hier brengen. Dat ik dus hier op de hele PC kan zien. En hier op dus mijn PlayStation kan zetten. Hier is nog altijd dat BenQ scherm. BenQ GW2280. Het zijn drie BenQ GW2280. Dat is een Philips scherm, dat weet ik ook niet hoe dat dan marcheert. Hier is nog altijd mijn iPhone. Waarmee ik live ga op TikTok. Die staat hier op de charging dock. Hier is nog een flesje cola, maar ga ik ook weggesmeten worden. Hier is mijn webcam, de Logitech G920 geloof ik. Of de Logitech G920 geloof ik. Redcheck, wacht. Logitech. Ik weet dat het een Logitech is. Logitech. C29 is altijd. Niet de G29, maar C29. Dit is de C920 webcam. En die heb ik al voor veel streams gebruikt. Echt wel een goede webcam, zeg het. Hij is nog altijd, eerst nog een GW2280 scherm van BenQ. 22 inch schermen, 23 inch schermen, dat is een 24 inch scherm. Ik ben wel content van die 22 inch schermen, waarom? Omdat ik ben eigenlijk gewoon al op 22 inch schermen te werken. En dat is echt wel perfect. Hier is ook een nieuwe AdWinz in de setup. Dit is een Power Dynamics Professional Audio Interface voor mijn nieuwe microfoon, maar die heb ik al geunboxed in een video. Dit is dus de audio interface, echt wel een goede audio interface als je mij vraagt. Het is echt wel heel goed. Je kunt hier je toonhoogtes en zo veranderen. Toonhoogtes van je USB muziek. Je kunt hier naar mee, naar monitor en je kunt daar van alles mee doen. Je kunt hier RCA-kabels of nee, je wel RCA-kabels insteken. En heb ik ook al gebruikt voor deze speakers. Ga ik ook nog eens op terugkomen, zoiets. Hier is het billendoosje. Hier is de plopkap, maar die gebruik ik niet eigenlijk. En hier is nog altijd de Everest Peak, denk ik, microfoonarm. Ik ben nog heel tevreden van de microfoonarm, dus ja. Hier is nog de microfoon eigenlijk. Dit is een Vonix, maar ik moet nog eens terugzien wat voor een Vonix dat is. Ik ga eens direct kijken. Dus de microfoon is hier, zoals je ziet. Ik ga direct naar de content zien dat ik onlangs heb gepusht. En het is de Vonix CMS 400B XLR microfoon. Dus ik werk nu met XLR microfoon. Dus ik kan hier ook bijvoorbeeld een Shure SM7B in steken. En dat zou ook perfect moeten marcheren. En zit hier in de shock mount. Dus dat is perfect. Dat neemt geen. Als ik bijvoorbeeld dat doe, wordt alles door de shock mount opgenomen. En hier zit mijn AirDrop fles. Die gebruik ik de laatste tijd echt wel veel minder. Maar hopelijk gebruik ik nog meer. Hier is mijn backbase, mijn computer. Hier heb ik nog deel staan dat ik onlangs heb gekocht. Unboxing video is ook online gekomen. Hier is mijn iPad Air denk ik, of iPad gewoon. Ik weet niet wat voor iPad dat is. Hier is mijn Hercules Digicontrol Impulse 200. Echt wel een goed ding. Ik gebruik dat altijd, dat is eigenlijk van de Hercules DJ Kit. Ik heb de DJ Learning Kit, sorry. Dat is echt wel een goed ding. Ik gebruik dat eigenlijk bijna op dagelijkse basis. Voor een keer wat muziek te pushen. En deze zijn Hercules DJ Monitors 32. En die zijn ook perfect. Die kan ik dus met RCA naar deze master hier brengen. En ja. Deze Hercules DJ headphones en die zijn ook qua geluidskwaliteit zijn heel goed, geen probleem mee. Ray-Ban bril, ik weet niet of die echt is of fake. Ik heb die in de post gekregen, ik denk wel dat die fake is. Maar kijk, ik heb een Ray-Ban. Hier liggen mijn werkhandschoenen. I don't know waarom die hier liggen, maar die liggen hier nu.
En mijn portefeuille, waar een foto van een Duitse herder op staat. Daar is nog altijd mijn stuur met mijn pedalen. Hier is niks interessants, dat is eigenlijk gewoon internet. Het internet uit de muur komt, dat is eigenlijk mijn internetrouter. Ah, niet mijn internetrouter, mijn internetsplitter. Hier is wel het interessante. Hier is dus mijn greenscreen. En wat ik hier dus de stokken heb. Dat is echt wel plezant om mee te werken. Ik denk dat ik daar de komende stream, de verjaardagstream, mee ga doen. En ja, hier is nog altijd de IKEA. De IKEA bureaustoel, ik weet niet welke. Maar ik weet wel dat die uit IKEA komt en echt, die zit lekker. Ik zit er al 2 jaar op en hij zit er bijna 2 jaar op en echt een van de betere bureaustoelen dat ik heb gehad. Ik zit hier gemakkelijk 10 uur per dag op in het weekend, dus als ik aan het editen ben, dan zit ik hier gemakkelijk toch wel een uurtje of 2, 3 gemakkelijk op. En in die zetel zit ik ook wel als ik naar voetbal kijk of zo. Of echt op dat monitor zitten gamen, die 24 inch. Als ik echt zin heb op 24 inch te gamen, doe ik het daarop, dus ja. En deze is zo'n beetje, ja, het einde van deze video. Dus dan ga ik deze video afsluiten. En ja. Oké, okay. Hier zitten we dan. Einde van de video. En ja. Ik hoop dat de MacBook binnenkort aankomt. Dan doe ik daar ook nog een unboxing video van. Ik ga dus binnenkort die MacBook aankopen. Die MacBook Pro 13 inch van 2017 met 8 GB RAM-geheugen en 256 GB opslaggeheugen. En dan doe ik misschien een What's on My MacBook Pro. Ja, cursus aan dingen. Dus ja, deze was zo'n beetje mijn roomtour voor de MacBook. Er komt misschien nog een roomtour met de MacBook. Nou, dat gaat binnen een paar maanden vol zijn. Dus deze was zo'n beetje de roomtour. Roomtour 2023, zal ik maar zeggen. De roomtour is niet echt heel veel veranderd. Mijn kamer is echt heel veel veranderd. Dus alleen zijn er een paar dingen bij komen, zoals die Vonix microfoon, die audio interface. Misschien nog dat vierde scherm, maar ik weet niet of ik dat vorige roomtour al had. Dus het is toch wel eventjes geleden dat ik nog eens de roomtour heb gedaan. Dus deze was eigenlijk zo'n beetje de roomtour van 2023. Allee, voorjaar 2023, want misschien komt er nog een roomtour najaar 2023, wat ik dan heb verwezenlijkt. Misschien zet dan mijn 24 inch monitor op mijn muur. Weten we nog niet. Nu is het vooral uitkijken naar de MacBook dat komt. Misschien dat ik daarover nog een unboxing video kan maken. Nee, waarschijnlijk doe je dat gewoon, een unboxing video maken van de MacBook Pro 2017 13 inch. Dus dat is zo'n beetje mijn roomtour nu geweest deze voorjaar eigenlijk. Ik weet wel dat ik nog moet opruimen. Ik moet mijn kamer nog eigenlijk opruimen. Zoals je daar ziet op mijn andere stuk bureau. Is daar nog heel veel rommel. Ik moet nog allemaal weg. Ik moet dan nog een beetje zuiver maken. Maar wordt wel gedaan binnen zoveel tijd. Dit was een beetje de roomtour. En ja, ik weet, het is veel op één. Ik heb hier maar een klein kamertje. Allee, klein. Het is redelijk groot, zal ik maar zeggen. En dit is zo'n beetje mijn stuk dat ik gebruik. Deze was zo'n beetje de roomtour. Bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Nathan en ik heb weer een roomtour gedaan. Bye bye! Bye bye!